welkom bij de eerste biocast van hoofdstuk 2. En die heet Biologiebedrijven. En die kent natuurlijk weer een heel aantal leerdoelen. En je moet een aantal dingen kunnen. Een experimenteel en beschrijvend natuurwetenschappelijk onderzoek kunnen bedenken en kunnen uitvoeren. Je moet de onderdelen van zo'n natuurwetenschappelijk verslag kunnen noemen en de kenmerken ervan aangeven. Gegevens moet je met de juiste mate van nauwkeurigheid kunnen noteren. Die resultaten moet je in een diagram kunnen weergeven. En je moet kunnen vertellen wat osmose en diffusie inhouden. En je moet het belang van de osmotische waarde kunnen vertellen voor dierlijke en voor plantaardige cellen. 2.1 heet Kun jij er chocola van maken? Onderzoek gebeurt al zolang als dat er mensen zijn, alleen in een andere vorm. In Mesopotamië, wat nu Irak is, daar werd al onderzoek gedaan bij de oude Grieken, Aristoteles, maar die deden het op een andere manier, de empirische methode. En dat betekent dat je erachter komt dat een boot waterdicht moet zijn doordat je domweg dingen probeert. Zodat je erachter komt dat je van een bepaalde plant beter wordt omdat je die planten allemaal geprobeerd hebt. De 17e eeuw. Toen kwam de experimentele methode in zwang. De methode die wij ook nog toepassen. En dan ga je bijvoorbeeld kwantitatief onderzoek doen. Je gaat kijken naar hoeveelheden. Bijvoorbeeld William Harvey, die erachter kwam dat de theorie dat bloed gemaakt wordt in het hart en gebruikt wordt in het lichaam, dat die dus niet klopt. Omdat hij ging meten en erachter kwam dat er dan per minuut 5 liter bloed gemaakt moet worden. Wat niet kan. Een kwalitatieve, kwantitatieve manier van onderzoek doen. En ook het gebruik van een hypothese. Dus je hebt een onderzoeksvraag en je hebt, voordat je je onderzoek, je experiment doet, de meest waarschijnlijk antwoord op die vraag bedacht, de hypothese. En zo'n hypothese kun je dan bevestigen of weerleggen. Dat moet natuurlijk altijd kunnen. Dus een onderzoek naar de vraag van, is er een vliegende theepot in deze kamer? Die vliegende theepot kun je niet aantonen met alle bekende middelen, is geen goede onderzoeksvraag, want die kun je niet weerleggen. Hoe ziet zo'n natuurwetenschappelijk onderzoek eruit? Het begint met een onderzoeksvraag, datgene wat jij wil weten. Dan bedenk je de hypothese. Je weet wel van net het meest waarschijnlijke antwoord. Je vertelt nog niet waarom je dat denkt. Dan heb je materiaal en methode. Materiaal is het boodschappenlijstje voor de TOA en de methode is het recept. Precies hoe jij je onderzoek hebt uitgevoerd of gaat uitvoeren. Dan krijg je de resultaten en de verwerking. Dus datgene wat je gemeten, waangenomen hebt en de rangschikking daarvan, de verwerking daarvan in tabellen en grafieken. Aan de hand daarvan kun je een conclusie trekken. Dat is je antwoord op de onderzoeksvraag. Je vertelt daar ook nog of je hypothese klopte. En tenslotte heb je nog je discussie. Het onderdeel waarin je vertelt wat er goed ging, wat er fout ging, wat je kunt verbeteren en wat voor onderzoek je nog meer kunt doen. En daarmee is je onderzoek klaar. En ook deze biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.